Tegenover mij zit Daan Kalmeijer, werkzaam bij het ministerie van Defensie. Daan, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Ter introductie, Daan, wat is jouw functie binnen Defensie? Ik ben hoofd architectuur en processen van een onderdeel van Defensie. En wel een onderdeel wat operationele systemen maakt voor militairen, voor soldaten. Het is de software waarmee ook werkelijk gevochten wordt. Defensie is groot. Er is heel veel IT binnen zo'n grote organisatie. Mm-hmm. En dat varieert van IT voor kantoorgebruik, allerlei administratieve zaken, maar ook voor het vechten werkelijk. Okay. En ons onderdeel maakt die systemen. De laatste systemen van het vechten. Precies. Oké, okay, helder. Defensie is denk ik wel een helder verhaal natuurlijk wat jullie doen. Maar wat merken wij nou als student zijnde in het dagelijks leven voor wat jij doet binnen jouw divisie? Als het goed is, zou het zo moeten zijn dat de systemen die wij maken ervoor zorgen dat er minder dooien vallen en dat het Nederlandse leger efficiënter ingezet wordt en veiliger ingezet wordt en dat militairen de juiste beslissingen nemen met de juiste informatie. Ja. Dat is waar wij voor zorgen en dat is een hele uitdaging, want het werkterrein van Defensie, van de militairen binnen Defensie is natuurlijk heel complex en heel divers en heel onvoorspelbaar. Daar bouwen wij systemen voor en dat brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Oké, okay, helder. Hey, en om een beetje beeld te krijgen ook voor jullie die visie, want het is natuurlijk systemen waar wij mee vechten, ja. Mee beschermen om het misschien zo te zeggen. Kan je mij misschien voorbeelden geven van projecten vanuit jouw kant waar jij mee bezig bent? Ja, wij zijn voornamelijk bezig met de marine en met de landmacht. Bij de marine zijn we bezig met al heel lang, en dat doen we op een technisch hele interessante manier, vind ik. Zijn we bezig om eigenlijk alle sensoren en alle wapens op het schip zoveel mogelijk met elkaar te integreren. Ja. Zodanig dat je met relatief weinig mensen aan boord zo snel mogelijk al die informatie die op je afkomt kunt beoordelen en kunt beslissen of je ergens op terug moet schieten. Of dat je je koers moet verleggen, ergens heen moet gaan, of je dingen moet doen. En wij focussen ons heel erg op de integratie van de sensoren en de aan de ene kant en de wapens aan de andere kant. Okay, dus. En dat zijn hele complexe platformen met heel veel sensoren en heel veel factoren die je mee moet nemen. Mm-hmm. Daar bouwen we dus voor. En voor de landmacht zijn we bezig met veel meer een beslissingondersteuning in de zin van dat de landmacht kent heel veel eenheden die overal in het veld zich bevinden. Ja. En wat je daar wilt is dat die mensen zoveel mogelijk goed samenwerken. Samen efficiënt inzetten. Terwijl de verbindingen tussen die eenheden typisch heel slecht is. Want ze zitten heel ver weg. Grote afstanden. Ze kunnen elkaar niet zomaar bereiken. En wij bouwen systemen voor eigenlijk wanneer er niks anders meer is dan de militaire inzet. Dus wij kunnen niet vertrouwen zomaar op telefonie, wij kunnen niet vertrouwen op satelliet zelfs. Mm-hmm. Wij moeten het hebben van onze eigen middelen en dat brengt allerlei technische uitdagingen met zich mee. Oké, okay, helder. Dat klinkt zeker redelijk spannend, Daan. Wat voor technologieën worden dan eigenlijk gebruikt als ontwikkelaar voor deze projecten? Dat project voor de landmacht, daar bouwen we eigenlijk redelijk, traditioneel is niet het goede woord, maar dan maken we .NET applicaties, dat bouwen we op een agile manier. En qua technologie denk ik dat het meest spannende wat we hebben is vooral een data distributie framework waar wij zelf heel trots op zijn. Ingewikkeld ding, zal ik niet op de diepte ingaan. voor de marine, daar hebben we dus dat integratietraject waar we sensoren en wapens integreren. Yeah. Daar hebben we een aanpak van model-driven architecture. Daar hoor je veel over, veel organisaties proberen dat. Wij doen dat all the way. Dat betekent dat wij die applicaties niet programmeren letterlijk, maar wij hebben een heel platform waar we modellen maken van de sensoren en de wapens. Yeah. En in feite worden de applicaties en de functies die eruit moeten komen, die worden gemodelleerd en dan gegenereerd. Okay. Het punt is dat je natuurlijk, je hebt meerdere schepen met soms dezelfde, soms andere sensoren en wapens. En wat je wilt is, zo'n platform wil je configureren, genereren
En dan moet dat er in één keer staan. Mm-hmm. En dat is een hele bijzondere techniek, waardoor we zeer efficiënt dat soort systemen kunnen bouwen. Oké, helder. En wat je natuurlijk ook ziet, ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, zie je dat de eindgebruiker, is een trend, steeds meer betrokken wordt bij de ontwikkeling. Absoluut. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk bij Defensie met bijvoorbeeld de landmacht? Ja, wij zijn een onderdeel van Defensie waarbij de IT'ers typisch burgers zijn. Yeah. Er zijn ook militairen die opgeleid worden of zijn als IT'er. Maar een militair is in eerste instantie een militair. Die wordt opgeleid om te vechten en om in de militaire processen deel te nemen. Yeah. Dus vooral burgers zijn IT'ers. En we werken heel sterk samen. Dus binnen ons organisatieonderdeel is ongeveer een derde van de medewerkers is militair. En die zijn heel nauw betrokken bij de software- en systeemontwikkeling. Die zitten in de teams en we zijn continu bezig om zoveel mogelijk informatie uit hun te halen over hoe moet dit gebruikt worden, wanneer is het systeem goed, wat is belangrijk, waar moeten we op letten, waar bouwen we het voor. Continu zijn we daarmee bezig. Dus er is een hele sterke interactie tussen de militair en de burger IT'er binnen Defensie. Oké, dus eigenlijk geldt ook hetzelfde dan in het bedrijfsleven, als ik dat zo kan zien. Ja, zeker. Okay. Zij het dat het militaire werk is natuurlijk voor ons burgers wat verder weg dan een gemiddelde kantoorbaan. Dus ja, nee, gelukkig wel natuurlijk. Maakt het wat spannender. Nee, helder. Hey, en voor ontwikkelaar, hè, de studenten die meekijken, wat maakt volgens jou, vanuit jouw tak, de IT binnen Defensie zo bijzonder? Dat wisselt een beetje per gebied, maar een van de interessante zaken is dat omdat de militaire systemen moeten blijven werken terwijl niks anders meer werkt. Mm-hmm. Heb je dus te maken met hele robuuste hardware en platformen. Ja. En die platformen gaan typisch ook heel lang mee. Dus wat wij willen bereiken is aan de ene kant hele high-tech IT. Ja. Het nieuwste van het nieuwste. Maar typisch hebben we te maken met platformen, computers, netwerken. Die al misschien al 10 jaar oud zijn. Ja. En dat betekent dat je moet, dat je systemen moet maken op relatief oude, kleine platformen waar we in de burgerwereld al lang van afgestapt zouden zijn. Men werkt daar met computers die ik mijn kinderen niet zou gunnen. Dat kan gewoon niet meer. Maar dat is wel waar ze het mee moeten doen. Onderdelen die in Defensie gekocht worden, die zijn robuust. Die moeten heel lang meegaan. Ja. Die zijn zwaar afgetest. En dat betekent dat je een mix krijgt van heel high-tech en heel low-tech. En dat betekent dat de ontwikkelaars daar, die moeten het onderste uit de kan van zo'n systeem kunnen krijgen. Ja. En dat levert allerlei technische uitdagingen met zich mee. En aan de andere kant zijn er de functionele uitdagingen van het bouwen voor een militair in het veld. Wat voor user interface heb je daarvoor nodig? Wat werkt wel, wat werkt niet? En hoe zit dat functioneel in elkaar? Ja, dus eigenlijk heb je een constante trigger voor bewezen omgevingen. Die moeten wij blijven houden. Maar we natuurlijk ook innoveren om zo high-tech mogelijk. Ja. Natuurlijk ook te gaan vechten, om het zo maar te noemen. De militair is op zijn smartphone en zijn tablet is hij allerlei nieuwe technologie gewend. Ja. Die kunnen we niet altijd leveren in het veld. Nee. Maar je wilt wel zoveel mogelijk leren van die nieuwe technologie en kijken wat je net wel kunt opleveren en wat net niet. Ja, en dat is dus eigenlijk ook een constante trigger voor een ontwikkelaar binnen Defensie, als ik het zo zie. Ja. En ook daarop aanhaken, het is natuurlijk al een trigger, zoals ik zei. Maar wat zijn volgens jou de grootste issues op dit moment en in de toekomst omtrent development? Ik denk dat de nieuwe ontwikkelaar een heel ander mens is dan de ontwikkelaar die we de afgelopen 15, 20 misschien wel jaar gezien hebben. Ja. Ik denk dat de nieuwe ontwikkelaar veel meer betrokken is, veel meer gewend is om IT te zien als iets wat de wereld gaat verbeteren, echt de wereld wezenlijk verandert. Dat we daarmee minder een techneuten hebben, zeg maar, die nu bij onze bedrijven en dus ook bij Defensie aankomen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is, maar dat wij ons daar ook op moeten aanpassen. En dat doen we nu ook continu door een werkomgeving te bieden waar je veel meer samenwerkt met die militair, veel meer betrokkenheid krijgt bij het product wat je levert en waarvoor je het doet. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. We proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen. Ja, dus kan ik daaruit goed begrijpen dat een ontwikkelaar in plaats van in het verleden altijd een techneut was. He, die gooit het over de bühne. Dit is de labcode die ik voor je heb. En daar moet je mee doen. Zeg je eigenlijk de ontwikkelaar 2.0. Die moet zo agile zijn dat hij meer ook betrokken is in de praktijk. Juist. Helder. Veel meer teamwork. Veel meer relatie met die gebruiker. Veel meer betrokkenheid.
Oké, helder. Interessant verhaal. Ik denk natuurlijk dat het sowieso een spannende omgeving is om te werken als ontwikkelaar. Maar ook misschien voor de studenten thuis. Wat is nou echt gaaf en wat is nou de reden om aan de bak te gaan binnen Defensie volgens jou dan? Voor mij persoonlijk was een hele belangrijke reden dat ik zie dat de besluitvorming binnen Defensie, hoe militairen gewend zijn besluiten te nemen en een organisatie in te richten, te sturen, die is heel agile. En het merkwaardige is dat de agile wereld kent command and control als een soort anti-agile. Ja. De werkelijkheid van command and control is extreem agile. En de processen, de doctrine binnen het leger, die zijn wat mij betreft een heel goed voorbeeld voor een veel modernere, lossere, maar toch goed gecoördineerde aanpak die we prima ook in het bedrijfsleven zouden kunnen gebruiken. Oké, dus eigenlijk de visie wat denk ik gemiddelde burger heeft, nou spreek ik even voor mezelf, ligt dus eigenlijk een stuk flexibeler binnen Defensie dan dat we denken of misschien zelfs zien aan de voorgrond. Absoluut. De Defensie-medewerkers, militairen, die zijn gewend om op het ene moment te vechten, op het andere moment zorg te verlenen, op het andere moment misschien infrastructuur te regelen. En al dat bij elkaar, dat vergt een manier van organiseren die heel leerzaam is voor een heleboel andere organisaties. Hartstikke bedankt, Daan. Dank je wel voor je tijd en je informatie en een mooi inzicht van Defensie hoe het daadwerkelijk is. Dank je wel. Graag gedaan. Wil je meer weten? Kijk dan bij werkenvoornederland.nl. Goed, dankjewel Daan. Wil je nou nog meer gave colleges zien omtrent development en andere IT-vraagstukken? Ga snel naar onze website www.ittalentcollege.com of ga naar ons YouTube-kanaal IT Talent College. Of uiteraard, we zijn ook te vinden op social media. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot het volgende IT Talent College.